Naast de ambassadrice van de sector, waar Nina, onze huidige ambassadrice, vanavond niet aanwezig kon zijn. Zij ligt momenteel met ziekelijke zorgen thuis met een niercrisis. Dus wij hebben haar natuurlijk geëxcuseerd voor vanavond. En dat is naar heel veel beterschap. Maar ik heb een fantastische groep mooie dames. Graag jullie applaus voor de top van dit jaar. We hebben de eerste dame, Miss Wellness Media, Miss Wellness Star en Miss Wellness Sympathie. En deze dame komt naast mij staan. Jij bent een beetje de stand-in van Nina, als die niet aanwezig kan zijn. Jij gaat ook mee de meisjes begeleiden, adviseren en dergelijke. Wat gaat jouw grootste tip zijn naar de lading van dit jaar? Ik zou zeggen, vooral jezelf zijn, want je moet ook op persoonlijk vlak heel erg groeien. En ja, ik zou zeggen, gewoon genieten ervan en heel veel bijleren van elkaar. Oké, hoe heb jij het avontuur beleefd? Het was spannend, het was leuk, het was soms eens hectisch tijdens shows en fotoshoots en zo. Hoe kan jij het samenvatten? Het was inderdaad een rollercoaster van heel veel zenuwen, maar ook heel veel plezier. En ik heb ook wel veel meer bijgebracht. Ik heb heel veel bijgeleerd op het vlak van de muziek. En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk factor. Dan ga ik naar deze eredame. Goedenavond. Kan jij even meegeven, ik ga er mooi tussen gaan staan. Kan jij even meegeven wat jij allemaal bijgeleerd hebt in de periode, het moment dat je eigenlijk geselecteerd was, tot vandaag? Ja, ook weer op persoonlijk vlak heb ik superveel bijgeleerd. Ik denk wij allemaal, maar ook ja, de wistjes en datjes gewoon. In het algemeen over de sector zelf. Ja, je weet heel veel over alles op korte tijd. Een heel stoute vraag. Is er iets dat je anders zou aanpakken? Die vraag ook niet voor je op het idee. Maar dat was het perfecte antwoord. Dankjewel. Miss Wellness Media. Daar ga ik een woordje uitleg bij vragen. Wat is jouw taak met dit lint om voor eigenlijk de verkiezing in de kijker te zetten en daarmee ook eigenlijk de nieuwe finalisten? Ik denk vooral ja, uitkomen met alles wat je doet rond de misverkiezing en ook ja, met zaken en zo mee andere mensen leren kennen wat je doet en zo uitbreiden en ook de sponsors eventueel mee in de kijker zetten en zo. En, ja, daar vooral rond. Dat klopt. Jij hebt denk ik ook vanavond de taak om samen de interviews te begeleiden en zo. Zijn er bepaalde zaken waar jij zelf op gaat letten bij de finalisten die hier vandaag staan? Vooral hun passie en interesse in de sector. Wat ze nog willen doen na de misverkiezing en hoe ze verder willen groeien. Dat vind ik wel heel belangrijk. Te groeien. Te groeien is inderdaad prima. Ja. Heb je nog een tip voor deze dames? Jezelf blijven en echt ervoor uitkomen wat je graag doet, dat is belangrijk. Dankjewel. Miss Wellness Style. Ik ga de vraag hier herhalen omdat ik er juist aan deze gesteld heb. Wat moet je eigenlijk allemaal doen om deze titel binnen te halen? Wat is style voor jou? Style is voor mij een te voorkomen en een uiterlijk en privé, maar ook eigenlijk een stijlvol zijn naar de organisatie toe, naar de medefinalisten toe en gewoon zelf te worden. Oké, dat is jou ook heel goed gelukt. Zijn er bepaalde... Ik ga het anders vragen. Had jij deze titel in gedachten toen je aan de verkiezingen deed? Ik had, we hadden een vraag gekregen van als je, niet wilt, als je de titel niet vindt, welke titel zou je willen doen? Dus deze titel had ik sowieso wel meegegeven, dus het was wel in mijn achterhoofd van deze titel die ik echt wil hebben en het is heel gelukt. Dus we hebben met de rechte reden, proficiat. Hoi, de sympathiekste van de groep. Hallo Dave. Hoe is het? Goedemiddag. Zeer goed. Zeg, jij hebt net zoals die dames daar heel een parcours meegemaakt. Wat is jou het meeste bijgebleven? Oh, de stress. Van antwoord, van antwoord. Vooral de medefinalisten en het comité vooral, echt. Zij hebben mij doen. Daarvoor is er een speciaal.
mede-finalisten uitkomen. Dat is super. Vooral, eigenlijk als ik eerlijk mag zijn, door hun ben ik zelfstandig geworden in de branche. Voor mij was het een heel mooi parcours en echt, oh, ik kijk al uit naar de nieuwe sympathie. Je mist het wel een beetje. Eigenlijk wel, echt waar. Ja, zeker. Nee, even verduidelijken. Miss Wellness Sympathie is eigenlijk verkozen door de finalisten zelf, dus de groep zelf. Daar heeft het Nationaal Comité eigenlijk niks mee te maken. Dus eigenlijk is dat een extra grote eer. Dat zal wel zijn. Dank u daarvoor nog eens. Allee, ook ja, de andere dames. Tournee Janelle. Het zal wel zijn. Ik heb wel niet zo'n veel geld bij. Met zo'n smile kunt je alles fixen. Dankjewel dames en geniet nog van vanavond en ik wil